Bij Grand Café van Varen in Giethoorn is de start van een evenement Natuurlijk Dineren, waarmee je met de boot uiteraard langs 7 locaties gaat om daar op elke locatie een proeverij mee te maken. En ik ga aan boord, want daar ligt namelijk de menukaart. Drink ik eerst even deze op. We zijn vertrokken! Het dorpje Giethoorn telt 2620 inwoners en wordt ook wel het Hollands Venetië genoemd. Vele huizen zijn op eilandjes gebouwd en via waterwegen en bruggen te bereiken. Dames en heren, van harte welkom aan boord. Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Jasper en we varen hier met Natuurlijk Dineren door het prachtige natuurgebied van Giethoorn. Ja, er wordt gewoon gekookt hier midden op het meer door Martin, niet de minste. Martin, volgend jaar, daar wil ik heel even met jou over hebben, want dan staat er toch wel iets leuks te gebeuren in Giethoorn. Volgend jaar hebben we Sail Giethoorn 2014. Het wordt een evenement met rond- en platbodems. Hè. Dit gebied is heel geschikt voor dat soort boten, omdat we weinig diepgang hebben. Die gaan we uitnodigen. Dat zijn de tjotters, de Lemsteraken, de boeiers, de Friese jachten. Dus een lange punteroptocht, het Nederlands kampioenschap punterzeilen. Dus voor ieder wat wil ze eigenlijk. Onvoorstelbaar. We leggen dus iedere keer weer opnieuw aan op een nieuwe plek. En iedere plek biedt weer een nieuw uitzicht. Kijk, achter. En na het genieten van het prachtige uitzicht en de heerlijke gerechten van de koks, begint ook de wijn de gezelligheid naar een hoger niveau te brengen. Toch, dames? De volgende gang is de snoekbaars met appelstroop, dus daar gaan we even heerlijk van genieten. Jij mag het eerst proberen. Nou, een aantal ingrediënten waren gewoon aanwezig. Prachtig weer, een schitterende omgeving, prima eten en we worden getrakteerd op een stukje vuurwerk en daar gaan we mee afsluiten. En voordat we met deze knallen afsluiten is het goed om te weten dat je van 12 tot 15 juni, net als Kevin, natuurlijk kunt dineren in Giethoorn. Hongerig geworden? Kijk dan op www.tripsandtravel.tv.